Dit is de Petten Patio Chef Buitenkeuken op gas. Hij bestaat er in de 2 hoofdbranders met 1 zijbrander. Hij is er in de 3 hoofdbranders met 1 zijbrander. En hij is er met de 4 hoofdbranders met 1 zijbrander. De kleur van deze gasbarbecue is Nova Black met zilveren details. De kap van deze Petten is dubbelwandig. Je ziet het hier ook heel duidelijk zitten. Daardoor behoudt hij ook zijn warmte binnen in de barbecue beter. En hij heeft in de kap zitten een thermometer dat je exact kan zien op welke temperatuur je aan het garen bent. De bediening van deze gasbarbecue is zeer eenvoudig. Hij heeft de chrome knoppen met aan de buitenrand heeft hij daar rubber op zitten. Nou, dat is een beetje een anti-slipachtig. Dat geeft ook een goed gevoel. En zo zetten we hem aan. Laat hem eventjes ingedrukt. En op het moment dat dat gedaan is, dan kan je hem zelf helemaal traploos bedienen. De meest linker die werkt hetzelfde. Die is bedoeld voor de zijbrander. Die zit hier op het zijplateau, zodat we het klepje omhoog doen. En die heeft een vermogen van 2,4 kilowatt. En dat is natuurlijk bedoeld voor die satésaus bijvoorbeeld of de soepjes. De versie met 2 branders, die heeft een grilloppervlak van 40 bij 45 centimeter. De versie met 3 hoofdbranders die heeft een grilloppervlak van 40 bij 57 centimeter. En de versie met de 4 hoofdbranders heeft een grilloppervlak van 40 met 67 centimeter. Het grillplateau is van gietijzer, goed voor de warmteverdeling. En daarbovenop zit een warmhoutplateau, dus niet een rekje. Je ziet het ook, dan vallen die producten er wat minder snel tussendoor. Dus dat is ideaal om bijvoorbeeld ook je vis of je groentjes bovenop te leggen. Het gietijzeren rooster is er makkelijk uit te halen. Zit hier een insparing. Ja, en daaronder zitten geëmailleerd stalen flavorizers. Het vet dat druipt er langs onder in de opvangbak. Deze jongens zijn heel makkelijk schoon te maken. Kunnen ook gewoon in de vaatwasser. En daaronder zitten roestvrijstalen branders. De 2.1 versie heeft een vermogen van 6 kilowatt plus die zijbrander van 2,4 kilowatt. De 3+1 heeft 9 kilowatt plus 2,4 kilowatt. En de 4.1 die heeft 12 kilowatt plus 2,4 kilowatt voor die zijbrander. Onderin zitten 2 deurtjes die met magneten dicht gaan. Je ziet, het is een dichte ruimte, maar is ideaal om bijvoorbeeld je 5 kilogram gasfles mooi weg te werken. En helemaal onder zien we ook dat hij 4 zwenkwieltjes heeft. En dat is natuurlijk hartstikke handig, want op die manier kun je deze jongen makkelijk verplaatsen. En er zit ook nog een rem op. Wij van Barbecue Shop adviseren deze bakplaat, volledig gietijzer. En je ziet ook dat die helemaal vlak is. En dat is natuurlijk ideaal om bijvoorbeeld je groentjes of je uitjes of je vis op te bereiden. En de andere kant met de ribbeltjes natuurlijk voor die hamburgerstreepjes. En om deze barbecue tegen weer en wind te beschermen, dus in mooie conditie te houden, adviseren we je deze mooie hoes. Mocht jij wat aan deze video gehad hebben, vergeet dan eventjes niet op het duimpje te klikken. Of dat je hem deelt met je vrienden of op social media. En wil je hem bestellen? Klik dan hier op de bestelbutton. Ja, moet je er wel op klikken, want dan ga je naar de productpagina. Nee.